Hallo allemaal, ik ben Hans Hekker en we zitten vandaag met André van der Plas. André, welkom. En we gaan onze wekelijkse Bijbelstudie doen. En deze gaat vandaag over stille ketenen. Nou, wat het allemaal betekent gaan we zo uitleggen. We gaan eerst de leiding van Gods Geest vragen. In ieder geval, Hemelse Vader, het is met een dankbaar hart in de naam van de diepere Zoon Jezus Christus, onze Heiland, dat we aan het begin van deze studie voor uw troon van genade komen om uw wijsheid te vragen die alleen van uw troon kan komen. Geef ons inzicht dat we de dingen toch in het juiste daglicht mogen stellen. En dat we toch ook de juiste lessen uit deze les ook mogen nemen voor ons dagelijkse geloofsleven. Wilt u ons daarin zegenen? Dit alles vraagt niet dat we enig iets verdienen, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Amen. Het is de 23e les van het Sabbat 9 juni 2018. Die gaat over stille keten. Nou, is dat een raar woord. Want een keten zijn kettingen. Nou, heb ik geen kettingen. In ieder geval, ik heb geen kettingen om en ik heb ze ook niet echt. Nee. En wat ben je nou met stille ketenen? Ja, normaal gesproken, als je een ketting hebt en die zijn van metaal, zware dingen, ja. Dat maakt natuurlijk geluid. Het maakt herrie. Precies. En ja. We zien dus in het verhaal hier dat alles nagenoeg geruisloos ging bij de bevrijding van Petrus uit de gevangenis. Ja. Nou, vandaar de titel ook. Hè. Dat is niet zo'n complexe titel, maar toch maar even over hebben. Het zijn de kettingen. Die geen herrie maken, geen rinkel de rinkel doen, maar stil zijn. De hele lesboekje gaat toch over dat je, hoe je gehoorzaam moet zijn aan je gezaghebbers. En hoe je daar als godsmannen en vrouwen op moet reageren. We hebben heel wat voorbeelden gezien. Nou, hier gaan we nou het voorbeeld zien hoe je toch aan de macht van zo'n slechte koning, dat de Heer je helpt om daar van weg te komen. Precies, want je moet zoveel mogelijk gehoorzamen. Petrus gehoorzaamde erin dat hij zich niet liet helpen om te ontsnappen, op menselijke wijze gezien, door medebroers en zusters die dus in gebed waren voor hem. Maar als het moment daar is dat het van boven komt en dat God je dus bevrijdt, ja, dan heb je daar ook naar te gehoorzamen. Ja. Want normaal gesproken zou hij dat niet doen. Zou hij gewoon gevangen blijven. Heel, ja, heel goed gezegd dus, ja. Dus de gemeente is geen bevrijdingsactie ingegaan. Nee. Ze hebben geen plannen voor gemaakt. Hij ook niet zelf. Dus hij heeft het aan de Heer overgelaten. Precies. Nou, we gaan niet de inleiding lezen, want het heet samenvatting even nu. Want het vat eigenlijk de hele les samen. Maar het is niet erg om in het begin te vertellen wat we allemaal gaan behandelen. Het hart van Herodes, en we hebben het zo nog even over welke Herodes het allemaal is, was nog meer verhard geworden. En toen hij hoorde dat Christus verrezen was, liet hij zich niet zeer verontrusten. Met andere woorden, hij maakt zich er niet druk om. Hij bracht Jacobus om het leven. En toen hij zag dat dit de Joden behaagde, nam hij ook Petrus gevangen met het plan om hem te doden. Maar God had een werk te doen voor Petrus en zond een engel om hem te verlossen. Herodes werd bezocht door de oordelen Gods. En terwijl hij zichzelf verhoogde in tegenwoordigheid van een grote menigte, sloeg hem een engel des Heeren en hij stierf een gruwelijke dood. Dat eindigen we straks mee met de zevende vraag. Laten we eerst maar naar de Herodesen gaan. Ja, heten die mensen allemaal Herodes? Of moeten we dat nou verder lezen? Ja, dat komt verderop ook in de vragen naar voren, bij de opmerkingen. Ja. Het was net zoiets als een titel die je nu zou hebben als keizer of koning. Dus het is eigenlijk een titel die voor je naam komt te staan. Dat is dat je in Rusland zou zeggen, de tsaar. Hoe heet het dus allemaal? Het Tsaar Peter. Het Tsaar Peter bijvoorbeeld. Of Nicolaas of Alexander. Dus dat was niks anders dan gewoon een titel uit die tijd. Nou, we hebben dat geheim ook onthutseld. En daarom zat er altijd wat achter. Herodes Antipas, Herodes Agrippa. Nou, zo heb je al die... Herodes de Grote. Ja. Ja, precies. En dit gaat over Herodes Agrippa de Eerste. Even een hele korte introductie over deze man. Ik ga niet de hele doopcel van hem lichten. Hij is wel in Israël geboren, of in Palestina toen. Is opgegroeid in Rome, waar hij allerlei vrienden werd van latere keizers. Hij is vrienden geworden van Caligula, maar ook van Claudius. En die hebben uiteindelijk ook op de hoge posities gebracht. Mm-hmm. En hij is een politiek dier. Hij is geen financieel wonder, want hij is een paar keer bijna failliet gegaan. Ook toen hij in Israël weer kwam, of in Palestina. Maar hij wist precies hoe de hazen liepen. We zien ook dat Jezus bij zijn paleis in Jeruzalem wordt geleid. En hij had zijn zetel naar Jeruzalem verlegd, omdat koning David... Gewoon, hij pocht op alles mee. En de Joden zagen dus ook echt als hun koning. Die kenden hem als een koning, ja. Nou, over deze boze aard hebben we het eigenlijk in deze les. In relatie tot Petrus.
We gaan eerst maar wat hij nog meer van ellende doet. Vervolging van de gemeente voor politiek gewin. En welke vervolging van de vroege christelijke gemeente werd nu uitgevoerd door Herodes Agrippa I, de neef van Herodes de Grote en koning van Judea? En even voor de helderheid, Herodes de Grote, koning van Judea, hij, Agrippa, kreeg nog veel meer land erbij later. Maar goed, dat is een stukje al wel komen. Nou, Petrus werd dus, omdat hij zag dus dat met Jezus, toen Jezus gevangen was genomen, ja, toen was hij helemaal niet zo heel erg verontrust. Maar hij lette wel op de reactie van de Joden. En natuurlijk dat hele tumult die was ontstaan ook bij de mensen, het volk. Zag ik ook trouwens een parallel met Pilatus. Want ook hij liet zich ontzettend leiden door het volk. En dat zie je hier dus ook met Herodes. Hij laat zich leiden door de Joden. En ja, toen hij ook later merkte dat het de Joden behaagde dat hij Jacobus had gevangen genomen. En om het leven gebracht. Ja. Heeft dat ook met Petrus gedaan. Dus de christenen werden gewoon vervolgd. En dat gebeurde eigenlijk alleen maar om zelf er beter van te worden. De opmerking zegt een mooie, hij trachtte bij de Joden in de gunst te komen om zich daardoor van zijn ambten ten aanzien en aanzien te verzekeren. En dat deed hij door de gemeente van Christus te vervolgen. Nou, dat is natuurlijk heel bizar dat je in de gunst wil komen van de mensen waar je geld mee kan verdienen door andere mensen leed te doen. En dat is natuurlijk, het is niet erg dat je in de gunst wil komen, maar als je leed moet doen, dat is natuurlijk heel triest. Het is over de rug van een ander. Precies, ja. Nou, we hebben het een klein stukje al benoemd, maar we gaan het toch maar even normaal behandelen. De tweede vraag. Wie heeft deze koning, die Herodes Agrippa I, onder zware bewaking gevangen laten zetten in afwachting van zijn executie? Want dat was duidelijk, hij was van plan om hetzelfde met Petrus als met Jacobus. Ja, precies. Alleen de tijd was niet zo handig. Nee, en dat was ook al het geval met Jezus. Waarschijnlijk was dat een jaar eerder, dus het was hoogstwaarschijnlijk net precies een jaar later. Precies. Dat dus Petrus gevangen werd genomen, maar het was dus net de tijd rond Pasen, hè, rond de 15e Nisan, dat het feest van de ongezuurde broden waren. Dus daarom staat er ook specifiek in Handelingen tussen haakjes van het waren de dagen van de ongezuurde broden. Dat was een feest wat 7 dagen duurde. Dus hij moest gevangen worden gezet, maar hij kon niet in die tijd worden terechtgesteld. Dus dat moest pas gebeuren, of dat kon pas gebeuren, als die feesten afgelopen waren. En dat deed hij eigenlijk op die manier, omdat hij natuurlijk de Joden wilde respecteren. En zelf ook de schijn wilde geven dat hij dus ook zo'n gelovige orthodoxe Jood was. Ja, want hij wilde de schijn graag hoog houden. Hij was helemaal niet gelovig, helemaal geen orthodox. Maar hij deed alsof hij het allemaal prachtig vond. Met hoeveel soldaten werd die ene man nou bewaakt? Nou, er waren 4 wachten. En een wacht bestond uit 4 personen. Dus 4 keer 4 is 16 man precies. In totaal. Ja. En of ze alle 16 tegelijk waren, weten we ook niet. Hè? Maar het was niet 1 soldaatje die bij hem bewaakte. Ja, dat was dus ze waren blijkbaar bang ervoor dat hij bevrijd zou worden. Maar goed, bij Jezus was het natuurlijk zo dat toen hij in het graf lag, dat er wel 100 soldaten waren. En die was dood. Precies, maar dat geeft wel te kennen van dat hij alles op alles te zetten, deze Herodes Agrippa, om Petrus niet alleen te grijpen, maar ook echt terecht te stellen om ter dood te brengen. Kijk, als God ook niet ingegrepen had in deze situatie, dan zien we steeds meer dat de duivel jaagt achter de gemeente aan. En die parallellen komen zometeen nog wel naar de eindtijd ook. Mm-hmm. En de laatste stuk van de opmerkingen, wat doet de gemeente nou eigenlijk? Want die hebben we als de tweede deel van de vraag. Wat deed de gemeente nou, terwijl Petrus dat dagen en nachten in die gevangenis zat? Nou, Petrus was natuurlijk voor de hele gemeente, net als de andere apostelen, gewoon een pilaar waarop de gemeente gebouwd moest gaan worden, ondersteuning moest krijgen. En zij zien gewoon hoe dus eerst Jacobus al als eerste om het leven werd gebracht, de broer van Johannes. En nu zou Petrus aan de beurt zijn. Dus zij zien dus hoe in een heel snel tempo, zonder tussenkomst van de Here, dat ze eigenlijk gewoon uitgeroeid zouden worden. Nou, dan zien we wat de gemeente mooi doet. Het laatste stukje van de opmerking. Terwijl de terechtstelling van Petrus onder verschillende voorwenselen tot na het Pascha werd uitgesteld, hadden leden der gemeente tijd voor diepgaand zelfonderzoek en ernstig gebed. Zij baden zonder ophouden voor Petrus. We denken ook, het was ook normaal dat ze bij elkaar kwamen, want dat deed je ook tijdens deze feestdagen. Want ze voelden dat hij voor het werk niet kon worden gemist. Ze waren zich van bewust dat een tijdstip was bereikt waarop
zonder de speciale hulp van God de gemeente van Christus zou worden uitgeroeid. Ja. Tja. Nou, we gaan kijken, de boosaardige mensen kunnen allerlei plannen maken, maar God kan zo ingrijpen. Wat gebeurt er op die avond? Dus de avond voordat de apostel Petrus terechtgesteld wordt. Het is zijn laatste nacht. Ja, dat is heel bijzonder, want je ziet dus dat hoe Petrus dat gewoon in de hand van de Heer legde. En eigenlijk zo'n instelling heeft van het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Dat vind ik mooi gezegd. En ja. Het is zo bijzonder dat hij daar gewoon in alle rust kan slapen. Want als je ziet wat er gebeurt, dat er een engel komt in zijn cel en uiteindelijk met een licht het vertrek omstraalt. En dat hij ondanks dat licht, dat hij nog niet wakker wordt. Maar dat de engel dus echt in zijn zij moet porren. Ja. Wat ik ook wel eens bij mijn dochter moet doen om er 's morgens naar school te kunnen even porren in de zij van, word nou wakker. En pas op dat moment werd Petrus wakker. Maar om dat nou te zeggen van hij was klaar wakker, dat ook niet. Hij stond op een soort van automatische piloot. Ja. Er staat ook in de opmerking dat hij mechanisch, dat hij dan gehoorzaamt tot hetgene tot hem gesproken wordt. Dat de engel zegt van, kom snel, sta op. Het is natuurlijk boeiend dat hij van het licht niet wakker wordt, maar die soldaten worden ook niet wakker van het licht. Nee. Dat is overal Gods hand in, dat weten we allemaal. Want de tweede deel van die vraag is, had die engel er de moeite mee? Nee, natuurlijk niet. Die liepen gewoon door. De deuren gingen vanzelf open. En we zien ook heel mooi, hij staat op en terwijl hij als Petrus opstaat, dan hebben we gelijk de titel van deze les te pakken. Ja. De stille keten. De ketenen vallen terwijl ze kletterend naar beneden zou moeten vallen, geruisloos neer. Maar ook die zware deuren. Piepen kraken niet. Ze hadden niet van die soepele scharnieren nog, zoals tegenwoordig. Allemaal niet. Nou, hij moet zich ook aankleden. Doe je schoenen aan, je sandalen aan. Doe je bovenkleed aan, dan had ze onderkleed aan. Je slaapt niet in je gewone kleren, maar in je onderkleren, ondergoed. En zo deed hij dat ook. Dus ja. Het is natuurlijk een fantastische redding op deze manier. Dan kan je nog zoveel soldaten ervoor zetten. En we gaan zo zien wat er allemaal met die soldaten dan gebeurt. Maar ja, hij is eruit. Nou is die gevangenis is waarschijnlijk iets buiten Jeruzalem gepositioneerd. Dat gaan we zo, meteen begrijpen. Dat gaan we zo begrijpen in de vierde vraag. Hè? Want de engel leidt Petrus in een soort nachtwandelende slaap. Of slaapwandelen. Slaapwandelen neemt hij hem eigenlijk een soort mee. Dat is wat je hier zo ziet. En hoe ver leidt hij nou Petrus weg daarvan? Nou, die gevangenis was dus buiten de stad gesitueerd. Ja. Dus ze gaan van zijn eigen vertrek, van zijn cel, naar de buitendeuren van de gevangenis. Ja, precies, ja. Van daaruit gaan ze door een ijzeren poort die dus naar de stad leidt. Die dus de stadsmuur precies, is. Precies, ja. Nou, die zijn 's nachts natuurlijk niet open, die zijn op slot. Dus precies. Ook die deuren gingen vanzelf open. Ja. En toen gingen ze dus de stad binnen. En één straatje verderop, pas ineens was die engel was verdwenen. En wakker is Petrus. Ja, want eigenlijk tot die tijd was hij van slaapwandelen dronken, ja, kun je zeggen. Ja. En in de veronderstelling dat hij dus in een soort van visioen was. En op dat moment dat dus die engel weg van hem is, ineens is hij klaar. En hij ziet om zich heen van, hey, ik weet waar ik ben. Hij wist dus de weg ook. En hij wist ook waar ook zijn broers en zusters ook samen waren. Dus dat was nu in die buurt, dat hij dus daar nu naartoe ging. En lees het kleine stukje uit Handelingen 12. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, hè, echt zo even wakker. Nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Dus dan gaat hij op zoek naar zijn broeders en zusters. En hij verwachtte wel, waarschijnlijk dat ze dan vaker een bidstond hadden, dat ze daar wel zouden zijn. Want het was tenslotte Pascha. Ja. En toch midden in de nacht, want dat gebeurde. Het was midden in de nacht dit. Midden in de nacht. Nee, maar dat zegt ook iets over de toewijding. In het Engels, het commitment is er heel mooi, van die broeders en zusters. Ja, dat was dan, ze waren echt zonder ophouden. Ja. Dus dat was ook dag en nacht dat ze die bidstonden hadden. Ja, Peter dacht een visioen, maar dat was het niet. Dat is werkelijkheid. Nou, dat is best bijzonder. De vijfde vraag, hè? Wat was nou de eerste reactie op de wonderbaarlijke verlossing van de apostel, ondanks dat de gemeente bad voor de bevrijding van hem? Dus dan bid je daarvoor en dan klopt hij aan de deur. Ja, hij klopt de middernacht aan de deur en hij weet dat ze daar binnen zijn. En dan doet het dienstmeisje doet daar open, Rodé. En die zit dus daar Petrus staan en ze herkennen natuurlijk de stem. Ja. En
Nee, ze deed hem niet open. Nee, ik zeg, ze deed open. Nee, ze deed hem zelfs niet open. Ze heeft gekeken. Ze hoorde zijn stem. Ja. Natuurlijk van, nou, ik ben Petrus. Ze wist dat hij het was. Maar toch was ze zo blij dat ze gewoon helemaal vergat om open te doen voor hem. En dus naar binnen ging. En het iedereen vertelde dat hij voor de deur stond. En ze zeiden letterlijk, je bent eigenlijk niet goed bij je hoofd. Je bent buiten. In plaats van dat zij nou zeggen van, nou, doe maar open. Zeiden ze van, joh, je... Dus dat boeit me dan wel, dat fascineert me zelfs. Hè. Dan heb je ergens voor gebeden en dan komt het uit en denk je, ja, kan niet waar wezen. Dat kan niet, nee. Kan niet waar wezen. Maar Petrus is een volhoudertje, dat kennen we, hè, van Petrus. Klop, 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 klop. Hè. En dan hadden ze hem open gedaan, zagen ze hem en ze waren buiten zichzelf. Ja, natuurlijk, dan, als je gebed zo verhoord wordt, ja. Als je denkt dat je broeder vermoord wordt, onthoofd wordt of afgeslacht wordt de volgende dag en er voor je staat. Hij zegt, joh, wees nou maar rustig en hij vertelt het hele verhaal. Al en dat. En dan vind ik het mooie, vertelt ook aan de andere apostelen, dat is Jacobus, hè, want zij hadden samen de leiding. En de broeders, en hij ging naar buiten, en dat is wel verstandig, hij reisde naar een andere plaats. Want ja, hij denkt, ze gaan vast en zeker op zoek naar me. Precies, en dan zullen ze hem weer oppakken. Ja. Hoe is het dan van toepassing op ons ook een deel? En daar zegt de opmerking wel een mooi stukje over. Wij zijn ook zo, staat in het midden. Wij zijn ons niet bewust van de duizenden gevaren waar onze hemelse Vader ons voor behoed heeft. We realiseren ons niet wat een grote zegening hij ons geeft door ons voedsel en kleding te geven, door onze levens te sparen, door beschermingen te zenden om over ons te waken. We zouden hier elke dag dankbaar voor moeten zijn. Nou, ik doe die oproepen nu ook allemaal, die kijkt. Wees gewoon dankbaar dat je mag kijken. Dat betekent dus dat je kan zien, dat je niet blind bent, dat je het geld hebt om dit te zien. Dat is fantastisch allemaal, en de gelegenheid hebt. Onze lieve Heer doet zoveel iedere dag voor ons, dat we kunnen ademen, dat we gezond zijn, dat we sterk zijn en dat we mogen slapen. Alles doet hij voor ons. Alleen beseffen het veel te weinig. Onze eigen afhankelijkheid van God. Dan vind ik die laatste zin ook heel mooi uit Faith and Works. De kinderen van Israël waren uit het oog verloren dat God hen beschermde tegen de giftige dieren. Ja. Maar toen hij zijn hand terugtrok, was hun venijn op hen. Dus als God zijn hand niet boven ons hoofd houdt en hij trekt die weg, dan zijn we aan allerlei gevaren zijn we onderworpen. Precies. We gaan nu meemaken dat deze Herodes echt een vreselijke man is. Want je zegt het wel, ik bescherm hem in mijn eigen leven. Maar ja, we gaan eens kijken hoe dat nou die ontdekking gaat. Hè? Wat stond nou de soldaten de volgende ochtend te wachten toen Herodes beval dat ze Petrus moesten halen om hem ter dood te brengen? Ik denk dat ze heel erg verbijsterd moeten zijn geweest. Niet alleen de schrik van, hé, Petrus is hier daar. Maar als ze zo om zich heen keken, van ja, normaal gesproken bij een ontsnapping staan de deuren staan dan wagenwijd open. Je ziet allemaal sporen van braak. En niets daarvan was gewoon zichtbaar. Daarvan. Twee soldaten met kettingen in het midden, alleen midden niemand. Want Petrus zat inderdaad tussen twee soldaten in zijn cel. En ze hebben gewoon niks gemerkt al die tijd. Dus hij heeft ze persoonlijk verhoord. En wat beveelt hij dan? Uiteindelijk is Herodes natuurlijk zo woedend. Ja. Dat hij ze alle 16, want het waren 4x4. Vier soldaten. Dus 16 man werden gewoon ter dood gebracht. Terwijl ze eigenlijk helemaal niks eraan konden doen. En nu komt het mooie dus. Er waren heel veel mensen op afgekomen. En die mensen waren allemaal komen kijken op de executie. Ja. En die hoort het verhaal ook. Het gezichtsverlies. Direct. Dus het is zijn gezichtsverlies. En daarom vlucht hij ook weer. Hij gaat de stad uit. Hè. Hij gaat naar Caesarea toe. Zoals ik in de voorbereiding zei, hij gaat naar zijn beach house toe. Hè, want dat is aan de zee. Dus hij schaamt zich gewoon voor de blunder die hij begaan heeft. Maar al die mensen hebben weer een wonder gehoord. Want hoe is het dan mogelijk dat die Petrus verdwenen is? Mm-hmm. En we weten niet hoe dat verhaal verder gegaan is. Maar wij weten het nu uit de Bijbel. En de anderen hebben het ook gehoord van Petrus. En dat is allemaal verteld. In die tijd ging het van mond tot mond veel vlugger dan nu. We komen even terug naar Herodes. Wist Herodes nou hoe het zat? Ja, ze zijn natuurlijk verhoord, die soldaten. En het bewijs is er gewoon dat er geen sporen van braak waren. Ja. Dus al die soldaten hebben gewoon geen blaam wat dat betreft. Maar toch is hij dan verbitterd, woest. Omdat zijn plan in duigen was gevallen. En hij gewoon inderdaad gezichtsverlies had. En toch wist hij dat het dus bovenmenselijk gebeuren was. Ja. En ondanks dat besluit hij dan toch
om die soldaten te dood te brengen. En dan zie ik dan toch ook wel de parallel in met het karakter van Satan zelf. Ja. Satan weet ook dat zijn tijd hier nog maar weinig is. En toch gaat hij door tot het bittere einde. En dat zie je dus ook Herodes. Herodes kon op dat moment zich nog bekeren. Want ja. Er was op dat moment nog mogelijk dat hij had van... Hey, hier is God in het spel. Ik geef de Heere alle erkenning en alle eer. En ik bekeer me. Net als wat Nebukadnezar ook gedaan had. Hè? Als een trots dat hij 7 ja. jaar gek geworden was. Ja. En dat hij pas toen hij de Heere erkende, dat hij weer terug bij zinnen was. Die heeft dus die bekering wel meegemaakt. Maar hij is dus juist gaan volharden in zijn kwaad en in zijn spel die hij speelde. Samenvat in de opmerking staat het mooie. Herodes wist dat geen menselijke macht Petrus had bevrijd. Maar hij was besloten niet toe te geven dat een goddelijke kracht zijn plan had verijdeld. En dan ging hij mee door zich vermetel tegen God op te stellen. Heb je een ander mooi woord voor vermetel? Ja, aanmatigend, arrogant. Ja, precies. Ja. Ja. Soldaten zijn dood. Hij is gevlucht. We gaan eens kijken naar de laatste vraag. Welke laatste gebeurtenis beëindigde de egoïstische, egocentrische ook, grenzeloze eerzucht en opstand van deze koning tegen God? Hij trok een koninklijk kleed aan, staat er in de Handelingen 12 vers 21. Ja. En dat koninklijk kleed was dus letterlijk een schitterend kleed dat hij aandeed. Ja, dat woord schitterend is wel mooi, want het was in een andere tekst, daar staat een andere geschrift, dat het een zilveren kleed was. Dus dat reflecteerde alles zo mooi, echt schitterend zoals het heet. Ja, en dat volk dat moet natuurlijk gewoon staan aangapen. En Herodes was ook een zeer eloquent spreker, dus hij kwam goed uit zijn woorden. Ja. Heel veel politici hebben dat trouwens. Ja, dat is een vak, hè? Ja. Maar het volk gaf hem dus bepaalde eer toe en zeiden zelfs dat het zelfs een god moest zijn. En ook al wist hij dat hij die titel niet verdiende, liet hij toch over zich heen komen dat ze hem op die manier vereerden. En dat was hij natuurlijk wel mee in zijn sas. Al die huldebetuigingen, al die lofuitingen die aan zijn adres werd gedaan. Hij wist dat hij het niet verdiende, staat ook in de opmerking. Maar toch aanvaarde hij die verafgodingen van het volk als iets wat hem dan toch, dat hij dat verdiend had. Precies. En nu zie je dat, een beetje zoals in de les van over Belshazzar, dat het oordeel snel kan komen. En daar gebeurde het dezelfde nacht ook, hè, dat de Meden en de Perzen dan Babel veroveren en dat hij te dood gebracht wordt. En terwijl hij dat onmiddellijk, staat er in de handeling, onmiddellijk sloeg de engel van de Heer toe. Ja. Dus terwijl hij daar sprak, met die ziek, terwijl hij daar in die rechterstoel zat, en terwijl hij dat hij toegejuicht werd en dat hij bijna aanbeden werd door die mensen, sloeg de engel van de Heer toe, omdat hij God niet de eer gaf. En werd door wormen gegeten en gaf de geest. Nou, het lijkt een beetje andersom gedraaid. Maar wormen moet je in dit geval echt zien als parasieten. Die direct ontstaan zijn die door de engel in zijn ingewanden, in zijn buik, in zijn maag. Ik weet niet allemaal. Maar sommige oude schilders hebben er een plaatje van gemaakt. Dan zie je echt Herodes op een ziekbed liggen. Allemaal wormen die eruit kruipen en die hem helemaal opgegeten hebben van binnenuit. Een vreselijke dood. Hij was niet ter plekke dood. Het was geen hartaanval. Het heeft even geduurd. Maar hij gaf de geest. En dat allemaal omdat hij absoluut zelf de eer wil hebben, God niet. In de opmerking staat: Herodes wist dat de lof uit de hulp die hem werden aangeboden volstrekt niet verdiende. En toch aanvaarde hij de vergoding van het volk dat het hem toekwam. Ja, dan weet hij ook, hij zegt letterlijk, de opmerking zegt dat heel mooi, hè? Hij stond voor een ogenblik als aan de grond genageld door pijn en schrik. En dan wendt hij zijn faalbleek gelaat tot zijn ontstelde vrienden. En hij schreeuwde met holle vertwijfelde klanken: hem die u als een God hebt verheerlijkt, is ten dode opgeschreven. Ja. Het eindigt in die zin slecht voor Herodes. Maar dat krijg je inderdaad als je bij volharden. Ja, wat kan je nou uit zo'n les leren verder nog? Een paar dingen. Nou, je ziet wel de parallellen tussen bepaalde heersers die slecht waren. Ja. Alleen dan is de ene zover dat hij wel God kan erkennen. En Herodes was juist zodanig dat hij alleen maar volhardde in het kwade. En diezelfde geest, hè, dat zie je ook in de opmerkingen terugkomen in het eind van voor de verdere studie. Zie je dat die geest dus op
verschillende momenten in de geschiedenis kan optreden en ook nog in de toekomst zal gaan optreden. Alleen door middel van een andere persoonlijkheid. Dus Satan maakt gewoon gebruik van de heersers en overlaat ze gewoon met een bepaalde persoonlijkheid, zijn eigen persoonlijkheid. Ja. En hetzelfde zie je ook met de draak die dus de gemeente zal aanvallen, hè? De vrouw uit Openbaring 12. Ja. En dat zie je dus ook straks naar voren komen met de vervolgingen die zullen plaatsvinden. Precies. In Openbaring 12 vers 17 staat heel mooi duidelijk. Hè? En de draak verging op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En dat zijn we weten, dat is dus een mooie omschrijving van de laatste gemeente. Als je de geboden van God houdt en de getuigenis van Jezus Christus hebben, dat is dezelfde als Openbaring 14, ook nog een keer nadrukkelijk staat in vers 12, hoe dat omschreven wordt. Het is dezelfde boosaardige geest en die komt van Satan af. Het zijn allemaal werktuigen van Satan. En die wil dood en verderf. En die wil uiteindelijk dat Gods gemeente vernietigd wordt. Dat lukt niet. Dat weten we allemaal. Maar Satan gaat wel door tot het einde, tot hij zelf vernietigd is. Ja, dat is ook een mooie parallel. Dat zoals Petrus is verlost, natuurlijk omdat hij nog een bepaald werk te doen had. Zo zal ook Gods gemeente uiteindelijk ook verlost worden van diezelfde kwade geest. Zo het oordeel vastgesteld is. Ja. En dat is misschien wat te ingewikkeld voor nu, maar we weten dat de bevrijding van de Jezus wederkomst zal zijn. De tijd en datum van het doden van alle gelovigen vastgesteld is. En dan komt Jezus weer voordat het klaar is. Het is eigenlijk geen hele mooie les. Het is een beetje triest zo, want het gaat over een trieste koning. En we hebben over mooie koningen gesproken. Maar het is natuurlijk wel het wonder van de Heer dat als wij trouw zijn, dat de Heer een wonder kan verrichten. Dat wij ons in gebed wonderen kunnen verwachten ook. Dus ik raad u aan, laat u wereldse dingen weg. Voeg u naar de Heere, ga in gebed en u zult prachtige geloofservaringen maken. Dat is onze wens. Amen. Amen.